gaan hier vandaag aantreden. Vandaar toch ook wel een beetje de spanning daar op die gezichtjes tegen de Koninklijke. Met name op het middenveld nog wel wat probleempjes. Daar zag u even de broer. En dat dachten ze ook toen ze uit tegen Villarreal gingen spelen, waar het bijna hopeloos misging. Levante, dit is de opstelling van Real Madrid. Met voorop het middenveld wat problemen. En met op papier 5 verdedigers. Centraal achterin Oscar Duarte, de Costa Ricaan. Geen blessures bij Levante, dat aan deze wedstrijd begint. Blijft regenen. Dat kan natuurlijk de wedstrijd wat aantrekkelijker maken. Als Real Madrid, Lucas is er nu vandoor namens Real Madrid. Dit is Benzema, zijn eerste actie. Zoeken naar links, schot naar links. En het eerste schot op het doel. Lijkt niet tot een treffer, want Aitor Fernandez kan die bal makkelijk pakken. Stel dat dan Zinedine Zidane zelf had verwacht. Campagna. Oh, geblesseerd. Thomas Hazard, Mendy, Jovic en Rodri. Er staan er 6 van Levante in afwachting op deze vrije trap. Die kan doorgekopt worden. Valt dan eigenlijk zomaar voor de voeten daarop. En Lucas. Al een keer voorgegeven door Casemiro en weggekopt. Maar daar stond Gámez buitenspel. Nog met Spanje mee tegen de Faroe-eilanden. Daar is Benzema, daar is Benzema. En dan blijft hij wel hangen tussen de benen van Fernand. Marcelo met een vuurpijltje. Gaan met Rodriguez. En een wat mindere bal richting Lucas Vázquez. Marcelo. Geen controle over de bal. De bal wordt ook niet echt lekker weggewerkt. En klutst dan in de handen van Kroos. Kroos met rechts. Kroos scoorde nog wel tegen Nederland. Vanaf 11 meter. Nu schiet hij naast. Komt dan een goed uitzicht. Gaat dan ook door die linksback. Zou de bal nu voor moeten komen. Dat lukt ook. Het is een aardige aanval. De hoekschop voor Levante. In de beginfase waarin allebei de ploegen toch wel wat kansen hebben gehad al. Midden de opening. Er is ook wat ruimte. Bij José Morales. Ja. Real Madrid wist trouwens van de laatste 4 keer tegen Levante slechts 1 keer te winnen. Van Lucas speelt al jaren samen in de jeugd. En bij Real Madrid. Sergio Ramos terug van interlandverplichtingen. Heel fanatiek trainend. Wegwerken. Campagna. Clerc. Marcelo dacht even dat hij in 1 keer ging uithalen. Dit kan ook, het schot. En het is een heel goed schot. En de redding is ook prima. Zegt van Aitor. Goed al aan het uitzien te komen. Dat is niet slim om dat door de as van het veld te doen. Met Lucas nu. Lucas, schot en de paal. Kijk. Mora. Lucas. Carvajal. Carvajal, goede voorzet. Benzema, ja, dit kon niet uitblijven. Dit kon niet uitblijven. En natuurlijk is het Benzema die dan scoort. Wat een lekker voorzetje ook, zeg. Van deze man. En het is volkomen terecht dat Real Madrid hier op 1-0 komt. Lucas naar Carvajal. Doet bitter weinig laten zien. Campagna Braziliaan. Castello. Nou, daar gaat Gámez wel heel makkelijk liggen. Aitor ondertussen ver uit zijn doel. En dan alweer mensen gaan sparen. Gas terugnemen richting Paris Saint-Germain. Misschien Eden Hazard wat minuutjes laten maken. Terwijl Sergio Ramos hier. Te vaak de bal kwijt met veel spelers voor de bal. Dat leidt tot ruimte, zoals hier bij Benzema. En dan is het 2-0, ja. Als er één is die het naar zijn zin heeft vandaag, dan is het zeker Karim Benzema. Want hij scoort nu 2 keer binnen 5 minuten. En dit wordt prima uitgespeeld door de Real Madrid.
Vinicius met een heel door, want het gaat net goed nu met Rosina. Erg hard voor Klerk. Kunnen we nog inhouden. Maar Rodriguez er weer goed uit. Ramos. Marcelo. Tackle is goed van Mip. Vinicius voorzet. Daar is de 3-0. Casemiro die scoort. En we dachten allemaal dat hij moe was. Na twee interlands. Eerst in Brazilië tegen Colombia. Daarna in Peru. Met Brazilië één keer maar meegetraind deze week. Maar hij heeft nog energie genoeg om hier de 3-0 te scoren. Carlos Casemiro. Benzema. Marcelo. Benzema. Dit moet heerlijk voetballen zijn voor Real Madrid. Jammer dat dit... Rocina. De Vante de smacht naar het... Carvajal. Nee, deze manier niet. De tweede helft van de wedstrijd tussen Real Madrid. De Vante blijft maar door het midden, door de as van het veld uitverdedigen. Dat Leerhup naar vast ging, naar Paris Saint-Germain. Daarvoor kwam Areola terug van Paris Saint-Germain. Dit is een kans, dit is een kans en dit is een doelpunt. En Mayoral scoort. De huurling van Real Madrid, die dus ook niet bent te juichen hier in zijn Bernabeu. Maar Borja Mayoral scoort wel 3-1. En dat is zeer onverwacht. Zet op tijd die sprint aan. Is dan sneller dan Ramos. Vinicius terug naar Benzema. Nu in de rol van aangever en bijna met succes. Daar was James. Benzema. Goeie bal op maat voor Lucas. Maar die wordt dan buitenspel gegeven. Dan was de bal wel goed en op maat. Komt wat laat daar met Carvajal. Carvajal heeft natuurlijk wel een goede voorzet in huis. Maar Benzema ligt al. Gekopt Sergio Ramos. Teruggebracht daar. Die bal. Stigo. Zien tegen Paris Saint-Germain. Woensdag. Maar laat vandaag ook al wat zien. Schiet op de paal hier. En dan Vinicius, die heel slordig is met die rebound, want die had hij er ook wel in mogen leggen met links. Bij Real Madrid natuurlijk. Mayoral, bal naar de zijkant, schotje voorlangs van Rossi. Bij Carvajal. Van Eden Hazard die in de ploeg komt voor Casemiro. Vinicius, niet Vinicius. Nee, die is het niet gegund vandaag. James Rodriguez ook wat zwak. Met links niet, met rechts niet. Vinicius als... Hier kun je zeggen het is buitenspel, maar daar wordt niet voor gevlacht. En alsnog wordt het nu wel bestraft. Hoekschop. Die kwam van... Porto. Klerk. Castigo. Vinicius voorbij zijn man, maar ook voorbij de achterlijn. Vinicius heeft veel ruimte, krijgt de bal ook. Vinicius. Vinicius, bal meegeven aan James. Morales met Carvajal. Nou, dat is een handige beweging van José Morales. Hoekschop. Wordt voorgebracht, daar is de 3-2. En dat is volkomen onverwacht. Melero, de invaller, die scoort. Hij kan het zelf niet geloven. De trainer van Levante, Paco Lopez. Maar in een wedstrijd waarin zijn ploeg toch 75 minuten lang was met Chelsea, met België en met Lille. Iedere keer bij zijn. Eerste wedstrijd voor die clubs. Ook een slim balletje. Lucas. Nou, wie gaat een keer op het doel schieten? Benzema doet dat, maar
Dus zo. Steekballetje op Hazard. En de tackle op de bal. Waar moet die bal hebben?